ik de grootste Roblox-speler ter wereld. En ga ik van Mega Mini naar extreem groot en Roblox. En wist je dat een duimpje omhoog op deze video ook grote wordt als je erop drukt? Ik zou zeggen, druk erop in 3, 2, 1. Wow, een mega duimpje! Oké, want daar staan we dan letterlijk in Grove Legends en we zijn echt mini geworden. En wow, wat heb jij nou een leuk shirt aan? Ja, mooi toch? Wow, Lotte, kijk hoe klein we letterlijk zijn. We zijn echt, ja, mini. Normaal zijn we wel een stukje groter dan dit, maar we zitten momenteel dus in Grove Legends. En hier moeten we natuurlijk groter worden door bijvoorbeeld te drinken. Elke keer als we ons melk drinken, worden we net een stukje groter, zoals je kan zien. Maar ook lekker moeten we hier heel wat muntjes verzamelen en natuurlijk de groene pijlen, Lotte. Want elke keer als je zo'n groene bel oppakt, word je steeds groter en groter. En moet je kijken hoe raar dit eruit ziet, hoe ik letterlijk aan het rennen ben. Want zoals je kan zien, ben ik letterlijk momenteel microscopisch, Lotte. En dat wil dus zeggen dat ik zo klein ben, dat je me alleen maar kan zien onder een microscoop, Lotte. En inderdaad, dat is wel heel erg klein. Heb je nou een milkshake? Ja, Dennis! Oh, lekker, Lotte. Elke keer als we dit drinken, worden we dus steeds groter. En momenteel ben ik 10,9 centimeter. En jij bent 14,5 centimeter, Lotte. Eens even kijken. En we moeten dus meer pijlen verzamelen. Maar ik kan hier dus rechts ook Grove Cola kopen. Dus blijkbaar groeicola. Groeicola! Ik denk dat ik dat ga doen, Lotte. Want ik wil wel de grootste persoon ter wereld natuurlijk worden. Kijk eens aan. Ja, dat snap ik, Dennis. Wow, die ziet er veel groter daarmee. Ik groei wel iets, Lotte. Ik ben nu al 19 centimeter, zoals je kan zien. Ja, inderdaad. Ik heb 30 al. Wat we dus moeten doen, is we moeten allemaal pijlen verzamelen, Lotte. We moeten de cola blijven drinken, zodat we steeds stukjes groter worden. Want ja, hoe groter we worden, des te grotere we stappen ook zetten, Lotte. En waarom staat daar dat ik een garnaal ben? Ik ben letterlijk een klein garnaaltje, staat daar. Inderdaad, Dennis. Maar ik ben uiteindelijk wel benieuwd of we ook een reus kunnen worden in dit spel, letterlijk. Reus, dat zou wel heel vet zijn, Dennis. Ja, stel je voor dat je gewoon echt een gigantische reus bent, Lotte. En gewoon een paar meter lang. Dat zou wel heel echt vet echt de grootste zijn. Roblox-speler ter wereld. Want ik heb nog nooit gezien dat eigenlijk iemand echt heel erg lang is. Nee. Oké, we moeten dus heel veel muntjes gaan verzamelen. En wat ik hier ook kan kopen is een speedcoil. En die speedcoil, wat die doet, is dat je letterlijk sneller kan rennen. En ik denk dat het wel heel erg handig is om te hebben. Want kijk, nu ren ik mega snel. En op die manier kan ik dus heel veel pijlen en muntjes verzamelen. Alleen kan ik helaas dan niet mijn cola tegelijkertijd vasthouden. Dat is wel jammer. De pijlen zijn wel heel erg belangrijk. Want we krijgen daar letterlijk heel veel van. En momenteel ben ik al tiny, Lotte. Dus dat betekent dat ik mega klein ben. En jij bent microscopisch. Heel snel. Ja, dat komt omdat ik die speedcoil heb. En daardoor kan ik al die pijlen pakken, Lotte. En ik ben ook al best wel gegroeid, volgens mij. Tenminste, dat lijkt er wel op. Volgens mij ook. Laten we gewoon heel wat van die pijlen gaan verzamelen. En ik ben straks ook benieuwd wat een super size potion is. Oh, sorry Lotte. Jongen. Een super size potion is namelijk dat je echt extreem groot kan worden. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel die je doet. En dat gaan we straks zien. Lotte, wat is een manlet? Een manlet? Ik weet het niet. Een kleine man? Is dat een kleine man? Een mini man? Ik denk het dan. Ik denk het. Oké, want dan ben ik letterlijk een mini man geworden. Ik ben ook mini. Echt wel een stuk misschien. Een lilliputter. Ben ik een lilliputter, Lotte? Ik weet het niet wat een manlet betekent, Dennis. Ik heb ook geen idee. Als jij het weet, laat het achter in de reacties. Maar je hebt ook een heel regenboogparcours, Lotte, naar boven. Ja, ik zie het. Ik denk dat ik die maar eens even ga beklimmen. Want ik zie er allemaal pijlen de lucht in gaan en dat soort dingen. Dat ziet er al heel vet uit, hoor, Dennis. Ik denk dat ik daar gewoon letterlijk naar boven ga. En momenteel ben ik al 400 centimeter, Lotte. Oké, ik ben helemaal bovenaan en er ligt eigenlijk helemaal niks. Oké, weer naar beneden en... Hoppa, we zijn weer beneden, Lotte. Doei, Lotte! Oké, wat ik even ga doen is ik ga heel veel cola drinken. En weet je wat ik ook ga doen? Ik ga een super size potion kopen, Lotte. Super size potion? Ik ben heel erg benieuwd wat die potion letterlijk doet. Oké, we hebben nog gekocht voor 400 Robux. En laten we hem innemen. Eens even kijken. Oké, we krijgen dus per keer 72 erbij, Lotte. 72? En nu ben ik letterlijk een mini. Ik ben letterlijk een mini geworden. Nu pas een mini gewoon. Nu pas. Moet je nagaan hoe ik een reus moet worden straks. Oké. Ik ga eens even heel veel van deze potion drinken. Ik zie jullie zo meteen weer. Lotte, ik ben letterlijk al een tijdje aan het lopen. En er staat dat ik boven
het gemiddelde Roblox-speler ben. Gemiddelde al? Dus ik ben letterlijk al groter dan de gemiddelde Roblox-speler. En momenteel ben ik snel. 58.000 ben ik nu letterlijk, Lotte. 58.000! Heel snel. Nee. 55.000 nu, Lotte. En net als ik 48.000, toen 50.000. Ik ben nog maar 200 en ik ben nog steeds mini. Echt, ben je nog steeds mini? Zullen we elkaar eens vergelijken? Kom eens naar het midden, Lotte. Oké, dan. Is het? Ben jij dit? Nee, dat is nog iemand anders. Kijk, zo klein was ik letterlijk in het begin. Kijk, mini! En moet je kijken hoe groot ik nu ben, letterlijk. Wow. Oeh, jij bent echt wel heel groot. Ik zit nog veel grotere stappen dan hij, joh. Dit is gewoon zielig. Hij is echt van het rennen naar die pijlen. En ik haal hem gewoon in. Nu ben ik al big, Lotte. Er staat dat ik echt al mega groot ben. En als ik dat vergelijk met jou, Lotte. Oh, ik ben met een pakje cornflakes of iets. Pakje cornflakes? Wat heb jij nou weer voor masker op je hoofd, trouwens? Ja, dan zorg dat ik als goed is sneller zou moeten groeien, Dennis. Wow, over groeien gesproken. Ik ben echt al mega aan het worden, hoor, Lotte. Mega! Ik heb nog nooit zo'n lange Roblox spelen gezien. Nou ja, laten we nog maar heel even doorgaan groeien. Ik zie jullie zo meteen weer. Lotte, kijk eens achter je. Wow, Dennis! Ik denk dat ik iets te veel groente heb gegeten vroeger. Ik ben echt mega groot, Lotte. Pas op dat ik niet op je stap. Pas op dat ik niet op je stap zet. Doe dat maar staan, Dennis! Oké, het is dat je zo'n spoor achter je hebt. Maar Lotte, kijk hoe mini je bent. Hoe groot ik ben. Ik ben bijna groter dan het gebouw, letterlijk. Je bent zo groot, Dennis. Wow, ik heb nog nooit zo'n grote Roblox speler gezien als dit, Lotte. Dat is niet normaal. Kijk dan, ik ben gewoon bijna groter dan de ingang van... Ik kan niet eens door de ingang hier, Lotte. Ik kan het kasteel niet in. Oh, ik ben letterlijk 14,5 miljoen. En ik groei nog steeds veel meer dan dat, Lotte. Oké, ik ga nog even doorgroeien totdat ik sowieso groter ben dan de gebouwen hier. Oh, Lotte, ik ben echt een monster geworden, zoals je kan zien. Ja, ik zie je, Dennis. Wow, ik ben bijna groter dan het gebouw. Mommy. Volgens mij groei ik letterlijk per keer dat ik klik nu. Ik ben 6 voet 4, Lotte. Hoe groot is dat? Weet je dat? Voet. Dat is heel groot. Dat is volgens mij wel 2 meter. Lotte, kan je dat opzoeken hoe groot dat is? 6 voet 4. Ik ben zo benieuwd, Lotte. Ik denk iets van 2 meter 20 of zo. Ik ben zo benieuwd, letterlijk, Lotte. Ik ben nu 644 meter hoog, staat er. En ik groei volgens mij echt met meer dan 20 meter per klik. Ik ben bijna groter dan je bent 1,93 meter, Dennis. 1,93 meter, Lotte. En wat is de grootste persoon ter wereld? Die is toch ooit 2,72 meter geworden? Dennis, je trapte me helemaal van het eiland af. Heb ik je van het eiland af getrapt? Ik vlieg helemaal. Ik zie de maan. Heb ik jou naar de maan getrapt, Lotte? Maar waar ben je? Ik wil het nog een keer doen, Lotte. Ik wil kijken of ik je dan echt wegtrap. Oké, daar gaan we. Zo leuk was het ook maar niet. 2. 1. Oké. En hoe werkt het dan, Lotte? Ik weet het niet. Ik weet het of zoiets. Oké, laten we PvP aanzetten, Lotte. Ik heb nu PvP aangezet. Wat doet dat? Oké, ik ben dan heel benieuwd wat het doet als we het aanzetten. Ik doe volgens mij helemaal niks, Lotte. Nee, het werkt niet of zo, Dennis. Het werkt letterlijk niet. Oké, laten we doorgaan groeien. Wat? Want we willen nog gaan. Wow! Ik zou niet vliegen, letterlijk. Ik zei het toch? Wow, ik schopte hier gewoon de andere kant op, letterlijk. Ja, dat ging zo ver. En ik ben 1,2 miljoen. Kijk dan wat voor armen en handen ik heb, Lotte. Het is niet eens mooi meer. Je hebt gewoon echte handen, Dennis. Het ziet er heel raar uit. Elke keer als ik groei, volgens mij, dan vlieg je soms weg. Ja, dat lijkt het wel op of zo. Lotte, ik ben nu LeBron James, volgens mij. Die basketballer. LeBron James? Die is echt mega lang, hè, Lotte. Die is echt mega lang. Oké, maar kunnen we nog groter worden dan dit, letterlijk? Kunnen we nog groter dan dit worden? We zijn nu 2,4 biljoen. En we zijn eigenlijk, denk ik, al wel de grootste Roblox-speler ter wereld. Durf ik met zekerheid te zeggen, Lotte. Wat denk jij? Ik ben nu 2,206 meter, Dennis. Dit is echt mega vet gewoon. We zijn gewoon groter dan dit gebouw hier zo, Lotte. Ik kan in één keer op een gebouw springen als ik dat wil. Dennis, dat is niet normaal groot gewoon. Hoppa, en in één keer op dit gebouw. Hop, en we zijn er al hoor, bovenop het gebouw. Kijk dan ook hoe groot ik ben. Vergeleken met de bergen, volgens mij ben ik bijna even groot als de bergen daar zo, Lotte. Volgens mij ook, Dennis. Oké, laten we nog gaan voor één keer omhoog, oké? Nog één level omhoog. Ik ben zo benieuwd wat we hierna worden, na LeBron. Oké, laten we dat gaan kijken. Hé, Lotte, het is gelukt. We zijn letterlijk een reus geworden. Een giant. En dat betekent dat we de grootste Roblox-spelers ter wereld zijn in Grove Legends.